stil. Ja, het is nog vroeg. Meestal begint het zo tegen 11 pas te lopen. Als de televisie is afgelopen. Hoewel, het is de laatste jaren veel slechter geworden. Ach, weet je wat het is? Alles wordt duurder. En de mensen moeten bezuinigen. En een borrel kan je in huis halen ook niet, hoor. Die training kom je elke dinsdag en vrijdag. Dan kun je de klok op gelijk zetten. Maar ze hebben moeilijkheden. Kijk, volgens mij is zij niet getrouwd. En hij wel. Hij heeft een vrouw en 3 kinderen thuis zitten. Nou, om die in de steek te laten. Voor zo'n griet. Ik weet niet of ik het zou doen. Nou, moet je opletten. Nou bestelt hij zo meteen een pils met een jongen. En zij neemt een cognac. Wat jij wil is echt geen oplossing. Wat wil jij dan? Dat weet ik niet. Maar dit wil ik niet. Je kunt er wat zo verkeerd doen, maar kom jij er met een oplossing? Maar die heb ik niet. Laten we het nog een keer proberen. Geen vrolijke dingen. Maar het is altijd zo. Ach, je ziet in dit bedrijf zoveel rotzooi. Nou moet je opletten. Dan komt hij zo meteen vragen of ik Nancy with a Laughing Face voor hem wil spelen. Wedden? Blijf rustig. Meestal begint het zo'n beetje te lopen als de televisie afgelopen. Zou ik een verzoekje aan u mogen doen? Ja, natuurlijk mag dat. Wilt u Nancy van ons spelen? Ja, dat dacht ik al. Mag ik dan een biertje aanbieden? Heel graag. Oké. Ja. Maar goed dat we niet gewed hebben, hè? Nou, hij zit er vanavond dieper in dan anders. Met de liefde moet je niet spotten. Ober, mag ik nog een jongen en een cognacje en een biertje graag voor de pianist? Maar waarom zou je er niet met je moeder over kunnen praten? Ze is 63. Misschien heeft ze er zelf ook over nagedacht. Oh, Wim, je weet best dat dat niet zo is. Toen wij 8 jaar geleden wilden trouwen en zij aanbood om ons in huis te nemen, omdat vader net overleden was, was jij dolgelukkig. En nou wil je er eigen huis uitzetten. Liefje, die huizen zijn uitstekend. Echt. En je kunt met de kinderen zo vaak langs gaan als zij maar wil. Ik wil het niet. En dat wil ik hem niet aandoen. Ik reken van de week wel even met u af. Oh god, daar is helemaal fout gelopen. Ja. Ze moet het zelf weten. Viezerik. Dames en heren, zet de stoelen maar aan de kant en laat het opklabet maar zakken, want hier komt een vrolijke feestpotpourri getiteld Onder de Wollen Deken. Je kan me er midden in de nacht voor wakker maken. Het kan me niet schelen, want ik vind het veel te fijn. Je kan me er midden in de nacht voor wakker maken. Ik doe het met liefde zonder ene centje pijn. Je kan me er midden in de nacht voor wakker maken. Het klinkt misschien gek dat ik het zeg aan plein publiek. Maar je kan me er midden in de nacht voor wakker maken. Want ik ben gek op een prachtig stuk muziek.
Oh, wat gaat, oh, wat gaat, loop eens naar de automaat. Want voorkomen is veel beter dan genezen. Oh, wat gaat, strakjes is het weer te laat. En dan loop je weer een maand nerveus te wezen. Schijt aan de buren, daar gaat hij nog een keer. Het is toch pokken weer, het is toch pokken weer. En die dunne muren, nou ja, het spijt me zeer. Ze zullen maar moeten wennen als ik schuiftrompet studeer. Moeder heeft een blouse van Beate Oeze. Maar zij doet hem enkel aan als mijn vader hem vindt staan. Vader heeft een standenboek uit de sexshop op de hoek. Waar hij enkel wat om geeft als mijn moeder die blouse aan heeft. Als vader ons voorleest uit Sextant, dan kun je een speld horen vallen. Dan staan alle wangetjes in brand. Dan zijn we zo één met z'n allen. Als vader ons voorleest uit Sextant, dan gaan we daarna rustig slapen. Dan denken we in ons bedje naderhand. Wat zijn we toch prachtig geschapen. Ik wil best met je naar bed, maar mijn pyjama ligt nog thuis. En vervelend is dat nou, want ik bleef zo graag bij jou. Ik wil best met je naar bed, maar mijn pyjama ligt nog thuis. Oh jongens, wat een kruis. Hey, van hiernaast is aan de deur. Je was je slipje weer vergeten. Altijd hetzelfde gezeur. En altijd net onder het eten. Dat zul je nooit te zien van haar. Wij hangen alles op een hanger. Vorige week nog je peignoir. Liever, dat kan zo echt niet langer. De directeur was gisteren kwaad, want Evelien was weer te laat. En dat bracht hem een hoop gedonder. Dat gaf toch werkelijk geen pas dat Evelien zo slordig was. Maar vandaag gebeurde het wonder. De directeur noemt haar weer lieve kleine meid. En wat sinds vanmorgen is ze niet meer over tijd. Schijt aan de buren, daar gaat hij nog een keer. Het is toch pokken weer, het is toch pokken weer. En die dunne muren, nou ja, het spijt me zeer. Schijt aan de buren en bedraaien hem nog een keer. Schijt aan de buren, daar gaat hij nog een keer. Het is toch pokken weer, het is toch pokken weer. En die dunne muren, nou ja, het spijt me zeer. Schijt aan de buren en bedraaien hem nog een keer. Dames en heren, dan nu ons spelletje. Wie lijkt het meest op een bekende Nederlander? U hebt vorige week in alle bekende dag- en weekbladen kunnen lezen dat de vraag toen luidde voor deze uitzending: wie lijkt het meest op Mies Bouwman? We hebben een selectie moeten maken uit duizenden kandidaten. En daar zijn 15 winnaars uit de voorschijn gekomen. En die hebben we nu ook voor in de studio. We gaan ze nu aan u laten zien. Hier zijn de 15 winnaars van onze quiz. Wie lijkt het meest op Mies Bouwman? Dat waren ze.
Ik ga u meteen de opgave voor de volgende maand bekendmaken. Dan luidt de vraag, wie lijkt het meest op Toon Hermans? Een ballonnetje dat danst in de wind. U kunt uw foto sturen naar mevrouw Koosje Pat, B700-80 te Ruurdijk. Dat is een kennis van me en die is gek op post. Aan een draadje naar de zon.